mijn lievelingswinkel. Een hele goede morgen. Welkom in deze nieuwe vlog. Leuk dat je weer kijkt. We zijn Daniel en Fara Bellinga van Slank En Fit TV. En we vloggen met ons gezin. En we zijn net wakker, zoals jullie zien. En we hebben hier hele leuke kerstlampjes. Oh, gezellig. Hij kan niet zo terug. Luan is daar. En ik heb Lucille net aangekleed. Die kruipt daar ergens. Die kruipt ergens op de grond. En dan gaan we lekker naar beneden toe, hè? Ja, maar we moeten wel even tillen naar beneden. En we gaan even lekker een ontbijtje maken. Oké, aangekleed. En nu naar beneden. Goedemorgen, kerstboom. Wauw, het is die mooie Lu. Ja, papa zit hier al met Lucille. Die heeft zometeen weer de eerste coachingafspraken. En ik ben het ontbijt aan het maken. Ik ga vanavond gewoon lekker yoghurt met muesli. En voor fruit. Die zijn vanavond, dus vanochtend. Vanavond, zeker vanavond. Oh. Vanochtend. Het is donker. En ik doe er dus wat voedingspoeder van deze doorheen. Om het extra voedend te maken. En ook nog voor degene die wil afslanken. Super, super goed voor als je wil afslanken. Het is een extra aanvullende voeding naast je normale gezonde leefstijl. Om je te ondersteunen met je afslankresultaat. En ik gebruik het puur ook echt voor mijn energie. En natuurlijk om op gewicht te blijven. Dus dit doe ik door dit ontbijtje heen. En tada! Het ontbijtje is klaar. Wil je nou ook gebruik maken van deze voedingsshakes? Die heb je dus in meerdere smaken. Check even de link onder deze video. En dan ga je naar de webshop. En het is altijd 30 dagen niet goed geld terug garantie. Dus je kunt altijd eens kijken of dit wellicht in jouw gezonde leefstijl past. Nou, Daniel zit weer in afspraak. En ik zit hier met de kinderen te spelen. En met de verhuizing kwam ik ook een doos tegen van mij van voetbal. Daar zat dit spel in. Ik weet niet of er mensen zijn die dit spelletje herkennen. Klauuntje huilt, klauuntje lacht. Dit was vroeger echt mijn lievelingsspelletje. Ik kan me nog wel goed herinneren. Laat even je reactie achter onder de video als je dit spelletje herkent. Dat is heel grappig. Kijk ook hoe oudbollig mijn kindjes dan zijn. Uit 1988 kom ik dus. Dus als je maar van mijnzelfde leeftijd bent, misschien ken je dit spelletje wel. Luan vindt het superleuk. Want hoe het dus een beetje gaat... Je moet dus hier bovenin visjes ingooien. Gooi er eens eentje in. Ja. En dan komt hij uit of het klauwtje huilt of het klauwtje lacht. Het klauwtje huilt. En dan mag je dus geen stapje verder. En als je door het lachklauwtje is, mag je wel een stapje verder. Mag weer geen stapje verder. Dus dit is een leuk spelletje, Lu. Ja. Leuk spelletje van mama van vroeger toen mama klein was. Ja. Ja. Vond mama ook leuk. Ja. Ja. Even een tipje tussendoor. Vergeet niet water te drinken, jongens. Ik weet dat ondanks met het winterse weer en de herfstweer en zo, als het ook koud is, is het heel lastig om water te drinken. Je kunt trouwens ook gewoon warm water drinken. Maar ik heb hier dus een 1 liter fles. Dus deze is precies 1 liter. En ik moet zeggen, ik probeer deze fles 2 keer dus te vullen en leeg te drinken. Het lukt me niet altijd om hem 2 keer leeg te drinken. Maar 1 keer sowieso. En dan alles wat erbij is nog mooi meegenomen. Maar eigenlijk moet je anderhalf tot 2 liter water drinken. En ik meet dat gewoon met een fles. Dus hou gewoon altijd een fles bij je dat je water drinkt. Genoeg water drinken, vooral met de feestdagen. Niet vergeten. Zo, en ik ga nou even een lunch maken. En ik moet zeggen dat sinds we dus hier nu in een nieuw huis wonen. Dit is nu... hoe lang zitten we hier nu? Vanaf 20 november hadden we echt de eerste nacht. Dus ja, ongeveer een maandje of zo. We zijn nog steeds bezig met ditjes en datjes. Kijk, hier moet nog een plankje tussen, zeg maar. En, kijk, dit. Onder dit open haartje moet dit nog geschilderd worden. Er moet nog lampen moeten nog opgehangen worden. Lu, kun je zachtjes praten? Lampen moeten nog opgehangen worden. Dus er zijn allemaal van die kleine klusjes in huis. Maar ik vind het heel moeilijk om hier een beetje in de inspiratie te komen van gezonde recepten, zeg maar. Vooral met de lunch en met het avondeten. Dus als jullie leuke ideetjes hebben om te zeggen van Fara, hey, dat is super simpel. Want ik hou van simpel, dat weten jullie inmiddels. Plaats even je berichtje of je receptje hieronder. Met name lunchideeën. en dinnerideeën. Die makkelijk te maken zijn met zo min mogelijk ingrediënten en toch gezond. Dus veel groente en veel fruit. Daar hou ik echt heel erg van. Dus als je een goed idee hebt, laat het weten onder de video. En wie weet maak ik jouw recept wel in de volgende vlog. Jongens, zachtjes spelen met elkaar. Zachtjes spelen. Maar ik ga nou eens even kijken wat er in mijn keukenkastje staat. En wat ik kan lezen. Ja, ik heb wat gevonden. Ik heb nog triangelbroodjes gevonden. En we hadden nog wat eitjes. En uitjes wat knoflook. Ik moet ook echt nieuwe knoflook kopen. Want het is de laatste verse knoflook. En ik had lekker tonijn gevonden. En dan ga ik weer tonijnsalade maken. Van een klein beetje mayonaise en een klein beetje yoghurt. Ja, wat jullie wellicht kennen. Dit maak ik ook vaker. En dan doe ik lekker die tonijnsalade. Doe ik lekker op dat broodje. Top idee. Kijk, dat wil ik nog even laten zien. Dit is dus zeg maar de keuken. En opa heeft daar een hele handige bak onder gemaakt. Kijk, hier staan al mijn kookbakdingen en zo in. Heeft hij gewoon zo'n la hieronder. Onder het fornuis gemaakt. Ideaal. Dus dankjewel opa. Nou, de eitjes even koken. Voor de kindjes heb ik wat knakworstjes. Broodjes in de oven. En nu even de uitjes en de knoflook snijden. Nou, weer even een lekkere drukke ochtend gewerkt. Vanouds coachingafspraken. Nu hier even achter onze desk de administratie, boekhouding, etc. doen. En natuurlijk ook begonnen weer met het editen. En mega veel kerstkaart schrijven. Varen ook tot het eten klaar is. Dus ik ga nu eerst eventjes een hapje meelunchen voordat ik weer verder ga werken. Het ruikt mega heerlijk. Naar een morning hard work. Is het lekker? We hebben lunch. Oh, wat gezellig hier. Wat ruikt het hier lekker. Wat hebben jullie gemaakt? Worstjes. Worstjes? Mm. Oeh, chip, 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 chip. Mooi is het. Nou, ik film nu even met mijn iPhone, want de iPad was helemaal vol. Dus ik kon helaas het recept niet verder voor jullie filmen. Dus de iPad die moet nu even aan de Mac om alle video's eraf te halen. Dus even met de iPhone. Dit is het dus geworden. Het broodje, lekker? Mm. Ja? Dit is onze lunch. Dus gewoon een lekker bruin broodje met een zelfgemaakte tonijnsalade. Mijn eerste liter water is bijna op. En trouwens nog even een tip. Als je dus zoiets hebt van oh, dat koude water, dat lukt me niet om echt 2 liter te drinken. Ik drink ook heel veel warm water met een beetje citroen en natuurlijk een rietje voor je tanden. En dan kom je ook alsnog in je water, aan je waternaam. Maar gewoon lekker warm en een klein beetje citroen erin. Dus ook lekker voor de afwisseling. En heerlijk met dit soort kerstdagen. Oh. Waar gaan we heen, jongen? IKEA. Wat gaan we hier doen dan? We gaan eens even pakken nu. We gaan daar even niet ijsjes eten. We gaan niet ijsjes eten. Oh. Nee. We zijn weer bij onze lievelingswinkel. Nou, we gaan dus eerst een kopje koffie halen, hè? Ja, we zijn lid geworden van de IKEA-familie. We hebben hier een globaal jaarslaaf gesteven in het nieuwe huis. Zij is namelijk hier ongelimiteerd koffie en thee. Dit is een gratis kopje koffie als je lid bent van de family. Ja, en een jaarsalaris. Ja, je mag een ijsje. En een jaarsalaris meneer voor je nieuwe huis. Nu dus Scandinavisch fruitwater. Dan zou je denken, ja, ze hebben zeker een ander label geplakt op de kassa's of de kassas of de cola, maar dat is niet zo, want lees maar. Hierboven. Kun je dat kan zien? Er zit dus bijna geen suiker in. Alleen maar naturel. Dus die ijsjes zijn ook van Scandinavisch verantwoord. Is dat al zo? Dan moet je even helpen doen, anders dan valt het. Nou, gaan we even kijken. Veel plezier in de kerk. In de lift. Oh, we zijn er. Nou, zoek het meubilair maar uit. Och, ik vind dit wel leuk. Dit ziet er wel leuk uit. Voor mij als single, alleenstaande bachelorman. Hé, hey, warempel. Krijg ik dit mooie meisje er ook bij dan? Dan koop ik de hele inboedel. Verkocht. En 2 mooie kindjes. Leon, Silla. Zullen we die mooie woonkamer met die mooie mama kopen? Ja. Dankjes. Hoe knap is het trouwens dat je van 25 vierkante meter complete inrichting van een huis kan maken. Kunnen ze heel goed in IKEA. Kijk. IKEA rules. Het is ons Zweeds. En dan de keuken. Slim op de bergen. De badkamer is dan hier. 25 vierkante meter. Nou, ik vind het knap hoor, als je dat kan. Daar slapen we dan. Ja, hierboven kun je slapen. Ik heb angst. Wil je eruit, jongen? Ja. Wil je opkijken? Nou, kom hier. In twee. Oh. Gek hè, er zwemmen allemaal visjes. Hoe kan dit? Weet je hoe dat kan? Kijk, als je zo doet. Ze weten hier wel hoe dat kan. Die zwemmen nog wel willen misschien. Ja. Kijk nou. Dat lampje. Eentje van jou. En eentje van Lua. Mama, dat is leuk. Papa is ook nog kind, hè? Ja, ik denk dat die meneer deze kast neemt. Oh, ja. Zou ik de kast maar dit, hè? Ja. Neem de kast maar zo mee. Daar is papa. Hier, daar is papa. Favoriete afdeling van Luan. De kinderkamerafdeling. Nee, dan moeten we nog even verder lopen. Ah, dan. Ga nu al hier naar bed? Hey, kom maar, nu stop je daar in bed. Zit je lekker in een bedje? Met je knuffel. Lekker bedje, hè? Er zit er nog één. Je mag lekker zitten. Waarom wil je taartje? Dan wil je verjaardag? Jij mag liedjes zingen, hè? Nou, bij de zaak is het van Bombalis. Waar zijn jullie dan? Mooi hè, Luan? Luan is mooi? Hé, mooie treinenbruggen. Nou Luan, Luan kijk eens. Proost. In het grote magazijn. En wie moet er altijd even computeren? Natuurlijk onze Luan. Nou, we zijn inmiddels weer thuis en ik ben hier aan het koken. En ik ben de boontjes aan het doppen en ik ga de paprika en tomaatjes gebruiken. Ik heb wat rijst opgezet. Ik ga een soepje maken, even een snel groentesoepje en ik heb deze burgertjes. Ik heb en ik ben gewoon echt niet goed in rijst koken. Kijk. Degenen die me al langer volgen, die weten dat. Dat ik altijd mijn rijst laat aanbranden. En ik heb extra een eierwekker aangezet, jongens. Dat ik wist van oké, 5 minuten. En dan, maar goed, kijk, het is er allemaal uitgegaan. Dat kwam omdat ik met Luan op de wc zat. Toen ging dit koken en toen kwam ik terug en toen zag het er zo uit. En nu is de bodem dus weer alles vastgekoekt. Het lukt me gewoon niet om gewoon normaal rijst te koken. Echt, oh Fara, ik baal altijd zo van mezelf dan. Want het is zoiets makkelijks. Maar ik kan altijd weer ervoor zorgen dat het mislukt. Dus degene die, die alsnog... Ja, ik kreeg toen ook wel heel veel tips. Ik had toen ook al een keer laten zien in vorige vlogs. Dat je dan het kon stomen en dat soort dingetjes en zo. Maar ja, weet je, daar neem ik dan de moeite of zo niet voor. Ik ben echt vooral van makkelijk. Simpel, snel, makkelijk en zo. Vooral met de kinderen. Dus als iemand een hele goede, hele makkelijke tip heeft om ja, je reis te laten lukken. Please, let me know onder in de reacties. Want dit is weer aangebrande koekerij hier in de keuken Bellinga. Trouwens, bij de IKEA hebben we dus dit plankje meegenomen. En weer dit bloempje. Hier heb ik er meer van in huis. En ik wil dus dit plankje aan die muur hangen daar, boven de tafel. En dan, zeg maar, dit plantje. Dit plantje dan daar bovenop. Ja, ik weet niet of jullie het al zien, maar ik vond het een beetje een saai hoekje daar. Dus ik dacht, hé, dat is misschien wel leuk om dit plantje daar op zo'n plankje te zetten. En tadaa, onze mooie kerstboom. Die ik samen met Leon heb gemaakt. De eerste kerstkaartjes zijn binnen. Doen jullie ook aan kerstkaartjes versturen? Ben ik trouwens heel benieuwd naar. Sturen jullie ook kerstkaartjes of doen jullie dat allemaal digitaal? Want Daniel en ik zitten altijd een beetje in strijd. Ik heb zoiets van, doe het gewoon leuk digitaal, weet je wel. Makkelijk, een leuke kerstwens of zo. Dat stuur dan aan iedereen. Maar Daniel houdt heel erg van dat ouderwetse postkaartjes. Dus Daniel is altijd van de postkaartjes schrijven. Hij heeft hier bij de buren ook allemaal al kaartjes in de bus gedaan. En zijn klanten krijgen allemaal kaartjes mee. En hij gaat ook altijd voor de familiekaartjes schrijven. Ik ben er heel erg benieuwd hoe jullie dat altijd doen. Zijn jullie echt van de ouderwetse stempels, dus Daniel? Of zijn jullie meer zoals mij gewoon via internet een leuke e-card sturen, zeg maar. Ik ben echt heel benieuwd hoe jullie dit altijd doen. En hier zit trouwens ook mijn fles water. Dit is dus de tweede fles en ik heb dus bijna mijn 2 liter op vandaag. Alleen een beetje deze nog. En dan heb ik hem gered. 2 liter water. Pijmpjes omhoog voor wie dat ook doen. Kijk nou, Leon die wil de vlog afsluiten vandaag, hè? Ja. Wat ga je zeggen dan tegen de mensen? Ik ga... Weet je het nog? Ja. Wat ga je zeggen dan? Duimpjes omhoog. Goed zo. En wat nog meer? En nog video. Ja. En? Oh, en meer. Dus dank voor het kijken. Goed zo. Ja. Dank voor het kijken. Tot morgen. Tot een nieuwe vlog. Doei. Doei. Ligt er ook aan. En ligt er de televisie aan? Ja. We hebben een nieuwe dimmer. Oh, kijk eens. Wauw. Wauw. Priscilla. Priscilla, wat ben je aan het doen? Je maakt er een rotzootje van. En onze Luan, die doet... Oh, daar komt een bal aan. Priscilla. Onze Luan doet de stekker erin, hè? Ja. Dat begint al ergens op te lijken, jongens. Ja? Hij zit dichterbij. Oh, goed zo. Nou, hang er nog maar een bal in. Lekkere zooi in de kamer.